Ze zeggen wel eens, de keuken is de ziel van het huis. En dat heeft Symmetric heel goed begrepen. Zij ontwerpen keukens op basis van de persoonlijke smaak en de behoeftes van het individu. Ik heb nu een afspraak met Harry Eigenberg. Hij is trendwatcher, interieurdesigner en heeft een eigen atelier aan het Noordeinde in Den Haag. Hoi. Sophia Tiemstra. Harry Eigenberg, hallo, leuk je te ontmoeten. Kun je me omschrijven hoe jij precies te werk gaat? Ja, ik laat me vooral inspireren door de omgeving. En ik heb een hele eigen stijl. Dus wat ik probeer, dat ik bij mensen waar ik voor ga werken, dat die een stijl neerzetten die uniek is. Dus met objecten, met kunst. En dat je een soort creativiteit ook laat zien bij de mensen thuis. Ik heb dus begrepen dat je heel erg kijkt naar de persoon zelf voordat je iets gaat ontwerpen. Ik heb daarom wat persoonlijke kenmerken op papier gezet. Wat voor soort keuken zou jij me aanraden? Er zijn drie soorten keuken bij Symmetric. Ja. Je hebt de Pure, de Classic en de Urban keuken. En ik heb voor jou gekozen de Pure. Je hebt een leuke baan waar je veel mensen ontmoet. Maar als je thuis wil komen, wat je ook aangaf, dan wil je eigenlijk met je vrienden gezellig een wijntje kunnen drinken. Maar ik heb dat toch in een moderne omgeving gezet. Ik ben heel erg benieuwd naar mijn eigen keuken. Ja, super. Zullen we naar beneden gaan? Ben je hier vaak? Ja, ik kom hier regelmatig met mijn klanten. Dan laat ik de keukens van Symmetric zien en dan gaan we keuze maken in welke type keuken ze bij ze past. Dit is jouw keuken. Ja, echt precies mijn smaak. Want ik hou heel erg van dat strakke, maar dan toch een beetje van dat natuurlijke elementen gemixt. En de flessen wijn. Wat ik heel erg leuk vind aan deze keuken is dat als ik dan lekker aan het koken ben, dat mijn vrienden dan hier tegenover kunnen zitten. Dat vind ik leuk voor keuken tegenwoordig. Het is echt een woonplek waar je zit, is je hart. Wat ik leuk vond aan jouw wensenlijst, je houdt ook van humor. En een komische noot heb ik in de vorm van een Afrikaanse hoofdtooi neergezet. Ja, heel geestig. Die is lekker gek. Jij kiest echt items uit met een ziel en een verhaal. Ja, en ook voor de klant is het leuk, hè? Want bij ieder klant komt een gek ander stuk. Maar stel je voor, ik wil een keukenkastje bijvoorbeeld in bruin leer. Is dat mogelijk? Ja, het leuke van deze keukens is dat je dit eigenlijk, vooral in kleuren dan, 1950 kleuren zijn er waar ik de keuken mee kan ontwerpen. Dus de mogelijkheden zijn oneindig. Ik voel me nu al helemaal thuis in deze keuken en het is ook oprecht waar ik van hou. Dus je hebt dat heel goed vertaald. Ik zou bijna willen zeggen, wat wil je eten? Wat voor je koken? Laten we een flesje wijn openen. Nou, dat is ook een goed idee.